Klaasje van der Wij, jij hebt foto's gemaakt in de Tour, elke dag. Ja, je kon geen krant openslaan of je zag een foto van jou. Je hebt je drie mooiste foto's, denk ik, of de meest indrukwekkende foto's heb je meegenomen. Sprekende foto's. Ja, nou, drie foto's die een beetje bepalend waren deze Tour. Ja. Of moment om even te laten zien wat je doet als fotograaf. Ik heb, wat Jeroen het al over had, die prachtige eindsprints op de lijn, weet je wel. Dat je de millimeter verschil ziet, dan moet je dus vreselijke mazzel mee hebben. Ja, ja. Die heb ik ook. Maar ja, dit zijn drie wat meer bepaalde momenten. Laten we met deze beginnen. Dit is toch echt om tranen van in je ogen te krijgen. Zo mooi. Maar de omstandigheden waren natuurlijk ook wel fantastisch. Ja, ja, ja. Hoe slechter de omstandigheden zijn, hoe verschrikkelijk het is en hoe meer ontberingen je leidt, hoe mooier het resultaat vaak is achteraf. Ja. En dat houd ik me ook maar voor ogen altijd als ik daar sta. Dan sta je echt te sopperen in je poncho en dan drupt alles langs en dan denk je, komt hij nou nog een keer? En dan komt hij. Op zo'n moment lijkt het me minder moeilijk om een mooie foto te maken dan met zo'n enorm saaie wandeletappe. Ja. Met een kopgroepje, ja, en teruggepakt en springen. Ja, dat. Ja, ja, maar dat is ook zo. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb het er heel lui van afgemaakt. En daar ben ik voor beloond waarschijnlijk. Wat? Dit is vlakbij het perscentrum in de bergen. En dan moest je verder met een busje naar boven. Oh, ja. En zoals je weet, die busjes gaan wel naar de finish, maar ze gaan nooit terug. Dus nee. Je moet altijd lopen. Dus je kan ze nooit weer vinden. En toen dacht ik, nou, ik ga niet te ver lopen. Ik ga tussen de bomen door. Ik heb bij een boom gezeten en heb ik tussendoor, dat zijn die zwarte vlekken ook. Daar heb ik tussendoor geschoten. En dan als hij hier voorop ligt, ligt hij vast boven ook nog. Die luiigheid werd beloond. Ja. Dan hebben we deze foto. Ja, ik neem vaak één moment in de Tour, of één moment per dag waar ik ga staan. Daar probeer ik alles uit. En hier ben ik in de boom gaan zitten. Dat kun je ook zien, omdat je hier de afgrond echt ziet. En hier zie je Je hebt in een boom letterlijk. Ja, 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 dat doe ik wel vaker. Ja, ja, reageren mensen daarop? Ik heb iets heel primitiefs te doen. Ja, soms wel, is het wel grappig. Ik heb er wel 6 uur in gezeten. Echt 6 uur. 6 uur in een boom gezeten? Ja, ja, omdat de takken afbraken. En dan kon ik dus niet... Ik kon kiezen of ik ga er weer uit, maar dan kom ik er nooit meer in. Of ik blijf er zitten en dan kan ik maken wat ik wil. Moet je door de brandweer eruit gehaald worden. Nee, zoals een jongkartje. Niet. Maar goed, dus ik heb dit moment, of deze plek gekozen, omdat ik dacht, nou ja, het is de afdaling voor de finish. Ja. En dan heb je zo'n gevoel, ik weet niet wat het is. Maar dit was die afdaling waar hij dit is het moment waar hij de Tour wint. Ja. En daar sta ik dan gelukkig en dat vind ik dan wel heel erg fijn. Want dan zie je ook dat er een afdaling is. Kijk, als dit weg is, dan ben je de afdaling kwijt. Ja. Maar als je dit erbij laat zien, zie je dat het een afdaling is. En op die manier, nou ja, een bepaald moment in de Tour. Het bepaalde moment. En dan deze. Nou ja, dan heb je een rustdag. En vroeger, in de tijd van Jeroen, was dat natuurlijk hartstikke mooi. Want er was een rustdag en er hingen al die shirtjes en al die broekjes. Die hingen aan een lijntje of over het balkon van hun appartementje. En dan kon je dat maken. En dan had je echt een rustdagfoto. Ja. En dat is nu wel moeilijk. En nu worden er altijd maar persconferenties gegeven. En het is natuurlijk allemaal heel commercieel geworden. En weet ik wat allemaal. En zeker bij een ploeg als Sky, een grote ploeg. En dan wil ik toch laten zien dat de rustdag is, dat de rust er ergens uitstraalt. Dat hij toch een persconferentie geeft. En het raam stond open, het was bloedheet. Ja. Dus het was ook een soort escape om naar buiten te gaan. En ja, toen heb ik ontzettend zitten pielen met mijn flitser. En ik denk, nou, ik doe hem gewoon door het raam, kan mij het schelen. Maar die kleur is natuurlijk, dat is natuurlijk echt, echt mooi gedaan. Maar dat je in de bergen toch, zit. Een prachtige foto. Zeker. Zeker een mooie foto. Het is een saaie persconferentie eigenlijk. Maar ja. Heb je iets met Vroom? Helemaal niks. Nee? Nee. Ik vind het verschrikkelijk. Hij is een goede renner. Nou, het is de beste renner die er rondrijdt. Wel een Tour gewonnen. Het is de beste renner, alleen hoe hij op zijn fiets zit, Waft Caprioli dat hij uithaalt. Nee. Nee, niks van hebben? Nee. Ja. Oh, ik de groot favoriet. Ja? Favoriet, ja, om foto's te maken, snap ik het wel, ja. Ja, maar hij heeft ook iets. Hij heeft iets van. Ik lach een beetje om jullie, weet je wel? Dat ingetogene lachje wat hij altijd heeft. Ja, ik vind het al wel leuk. Ja, en hij heeft natuurlijk wel ons betoverd met in zijn afdaling aanvallen. Ja. Dat is natuurlijk wel grandioos. Nee, dat klopt. Hij is de beste renner. Alleen ik vind, als je wielrenner bent, dan mag je nooit bij je fiets vandaan komen. En hij gaat rennen een berg op. Ja. Heb jij daar een foto van? Van dat is het enige moment wat ik niet heb in de Tour. Nee? Ja, dat vind ik echt heel jammer. Een ontzettend saaie etappe. Omdat Leo van Bon, ja, oud wielrenner, ja, die had hem wel. Ja, ja. Vind je dat echt kloten? Nee. Nee? Nou, ik had het graag gehad natuurlijk. Maar ik vond die etappe niks meer, omdat ze niet naar de top van de Van toe gingen. Dus ik ging onderaan wat maken. En dan rij je weg en dan denk je, ja, saaie etappe geworden. Een beklimmingetje in het bos. Ik ga weg en dan kom je in de perszaal. En ik maak dat moment echt exact mee toen ik de perszaal binnenkwam. En dan, ja, baal je wel even. Maar ik vind het hartstikke leuk voor Leon. Dit is een mooie foto, hè? Dit is een fantastisch leuke foto. En je hebt ooit een World Press foto gewonnen, categorie sport. Ja. 1991, met deze foto. Ja, en ik heb hem weer ontmoet. Deze Tour?
Ja, ik heb er vandaag nog een tweetje over uitgedaan. Ik heb hem ontmoet weer. Weet jij dat jij die foto's hebt gemaakt? Ja. En dat was hartstikke leuk. En, wat vind je ervan? Ja, hij vond het fantastisch. Ja. Hij vond het ook heel erg leuk om het weer te zien. Want het is gewoon 24 jaar geleden. Ja. Dit is echt kapot zijn, hè? Het was de eerste keer dat hij helemaal kapot zat weer. En dat was, hij was toerwinnaar natuurlijk. En de beroemde 7 seconden, dat was het. Ja. Op de Champs-Élysées met Fillon. In de tijdrit. En dit was de eerste keer, hij was door zijn neef geraakt met het jagen. Hij zit vol met lood, met kogeltjes. Hij zegt, en hij ging weer fietsen. En toen is hij eigenlijk voor het eerst knecht geweest van Duclos Lassalle, die toen Parijs-Roubaix won. Ja. En toen zat hij daar in dat slachthuis daar, in die kleedkamers daar in Roubaix. En mocht je toen nog binnenkomen, hij was totaal kapot. Toen ben ik hem gaan fotograferen. Toen kwamen collega's die keken wat ik aan het doen was. Want je kan het niet zien, omdat het allemaal van die hokjes zijn. Mm-hmm. En toen draaide hij zich om, toen die collega's erbij kwamen. En daar ben ik hem nog heel erg dankbaar voor. Dank je wel.